Ik leg het aan andere mensen vaak wel uit van nou, als je nou iets vindt dat het beter kan, dan moet je in ieder geval aftasten waar de mogelijkheden liggen. Dus als je iets onderneemt, dan kom je al licht verder. En daar zijn nog enorm veel dingen die natuurlijk gemaakt kunnen worden. En dat vind ik heel leuk. Ik ben Corno Hoijmans en zo'n 30 jaar bezig met dit bedrijf. Wij bedenken nieuwe producten, vaak samen met onze klanten. Toen ik 12 was, stond ik al te lassen. Mijn vader had een metaalbewerkingsbedrijf. Maar in die tijd was ik al allerlei dingetjes aan het maken. En probeerde ik wat te verkopen toen ik 12 of 15 was. Ik ben bij een kweker gaan werken. En daar werkte ze eigenlijk met een heel armoedige manier om bloemen in te zakken. En daar kon ik uiteindelijk niet goed tegen. Dus ik heb toen een hoezeklem gemaakt voor die kweker. Ik denk dat ik 16 was of zo. Toen het klaar was, toen zei die kweker van ja, maar die dingen die kan je gewoon kopen. Maar goed, ik heb me daar niet laten tegenhouden. Dus ik ben verder gegaan en langzamerhand voor die kweker, maar ook voor andere bedrijven ben ik klemmen gemaakt in allerlei vormen en maten. Later is daar voor Brinkman de Hebo-Altrijd ontstaan. En dat was eigenlijk een soort ultiem product waar het inbrengen van de hoezen in de klem en vervolgens het inzakken van de bloemen en de planten in de zak, in de hoes, op een dermate prettige manier gingen dat iedereen het omarmde en graag wilde hebben. En zo is het een beetje ontstaan. Het is gewoon heel leuk om te zien dat je het werken makkelijker kan maken.